Goedendag en welkom bij het COVID-19 journaal voor vandaag maandag 28 juni. Vandaag in het journaal. Vandaag in het journaal. Ondernemer Wadi Zouma deelt zijn verhaal over zijn ervaring na besmet te zijn geweest met het COVID-virus. Minister Amara Madin oriënteert zich bij drive-thru vaccinatiedag op het terrein van de VHP. Alle desra na mang na desra na uma. Me karu tide. We shitaki vaccinatie. De meeste voel. Dem ningresma. Dem buba. En blaka buba sma voor mi. Kunne go vaccineer. Sande me kunne vaccineer. Me karu kom. U kon teka vaccinatie. Bika COVID ne meke onderscheid. Te COVID te kom. Ei teke. Samus teke. Ane luku taki yuna yampanisi, yuna ingi, of yuna hindustani. Me kali oktu ala de buskondre sama, ukonteke aspoiti. Ala de oso desi di de sama taki, abung. Iya, abung, abung futam, abung fuskin. Mai sabi, taki a kofet serevi. Kanfeti kofet. Ala de dusun 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 sma, ini de trakondre. A kofet vaccinati. At dati den teke mek nono de ma opo rei wagi go frey ala presidansi ala sansa de bedu abi foko fet kom de du nono de kaba om de teka spoiti. Dat mek me kalu taki ala sama sabi wan sama salasi libi na COVID. Fire du inomang purin dry kombaka. Masame aksi taki teki aspoiti meki den teye membre den taki ai fu dede. Me kite kas poeti taki yu no dede COVID no kiri ame karu kon teken a gratis. De bekende ondernemer Wadi Zouma is niet lang terug besmet geweest met het coronavirus. Het was geen pretje. Ik ben reeds gevaccineerd en heb toch nog het virus opgelopen. Hij weet niet waar hij besmet geraakt is. Hoofdzaak is, ik ben genezen verklaard en dat allemaal dankzij het vaccin. Luister maar naar het verhaal van Wadi Zouma. Op een gegeven moment, dat was iets van 22 mei, het zaterdag dacht ik, begon ik me in de vooravond wat ziek te voelen. En koortsig, een beetje koorts, was pakweg ongeveer 38. Nog niet iets dacht ik waar je echt dramatisch over hoeft te doen. Dus ik heb twee paracetamols ingenomen en natuurlijk begon te zweten een beetje en die koorts ging weg. De volgende dag kreeg ik in feite weer koorts. In de loop van de dag, dat was die zondag. Hetzelfde gedaan en ik had meer het gevoel van het is een griep. Ik had volgens mij ook nog een beetje last van mijn keel, dus je twijfelde natuurlijk wat is het. Ik twijfelde dusdanig dat ik maandagmorgen niet gelijk gerend ben om me te gaan swappen. En een beetje op aandringen van een broer van me. Die zei van, hey go. Ben ik dus tegen pakweg 11:30 naar Medilab gegaan. En heb me laten swappen. Ik wilde niet naar BOG omdat het anders twee dagen en drie dagen zou duren. Dus ik heb toch die US dollars betaald om gelijk het resultaat te hebben. Of tenminste een paar uren daarna. En dat is ook gebeurd. En vanaf dat moment heb ik me geïsoleerd. Gelukkig kon ik dat. We hebben een aparte ruimte. Dus vanaf dat moment heb ik me geïsoleerd. De eerste pakweg 5 dagen, 6 dagen vielen best mee. Af en toe wat koorts die ik dan met 2 paracetamols. Maar dat was maximum aan tabletten die ik dronk. Dus ik dacht van nou, zeker door de vaccinaties zal ik het heel licht ondervinden. Nou ja. Maar natuurlijk, je hebt alle tijd, dus ik lees ook een beetje en ik begreep op een gegeven moment van dat de tweede 5 dagen, dus laten we zeggen van de 6e tot de 10e, 11e dag, dat die 2 kanten op kunnen gaan. En dat is verbeteren of slechter. Nou, het werd bij mij wat slechter in de zin van dat die koorts bleef aanhouden. En mijn eetlust nam af. En voor mij is dat een heel belangrijke graadmeter hoe ik me voel. Want er is weinig dat me
eetlust in feite laat afnemen. Dus ik begon me een beetje zorgen te maken dat die koorts met name aanhield. Nogmaals, alhoewel niet hoog, maar toch wel. En daar had ik wat last van. Dus op een gegeven moment contact gemaakt met doktoren. En die hebben op een gegeven moment aanbevolen om toch naar de checkpoint te gaan. En dat was dan op maandagmiddag. Ja, dus een week in feite nadat ik positief getest was. Nou, dat was 5:30. Ik heb daar, zoals bekend met de situatie toen in elk geval, heb ik het aan de ene kant het geluk gehad dat ik maar 7 uren op die harde bank heb moeten zitten. Maar aan de andere kant waren het ook 7 uren te veel. Ik heb natuurlijk ook moeten gezien hoe mensen lijden, ja, in die situatie. Maar ja, aan de andere kant moet ik zeggen dat de doktoren, de artsen die daar waren, de verpleegsters die daar waren, keihard hun best doen, continu in de weer zijn. Dus aan hun heeft het niet gelegen. Maar in elk geval hebben we thoraxfoto gemaakt, we hebben bloedonderzoek gedaan. Het bloedonderzoek kwam naar voren natuurlijk dat ik een flinke inflammatie had. En gelukkig was mijn thoraxfoto schoon, dus mijn longen waren schoon. Geen aantasting of wat dan ook. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb aangedrongen om naar huis te gaan. Omdat ik dacht dat er geen, laten we zeggen met mijn leken verstand, er geen aanleiding was om me daar te houden. En ik heb nog gezegd, die bedden zijn hard nodig voor anderen. Nou. Ik ben toch opgenomen geworden ter observatie met wat zuurstof. Ik ben daar 2 dagen gebleven. Dus maandagmiddag nogmaals maandag op dinsdag, laten we zeggen maandag in de avonduren opgenomen. Woensdagmorgen eruit gegaan. En ja, ik voelde me daar vrij goed, moet ik zeggen. Natuurlijk is het niet de beste plek om je eetlust weer te krijgen. En daarnaast ook was het erg, noem het rumoerig, was het erg, veel lawaai, veel eromheen. Je moet je voorstellen, je zit met 6 mensen in een kamer, in een zaal, af en aan. Om de 2-3 uren worden nieuwe zuurstofflessen aangerukt, omdat sommige mensen hebben echt heel veel zuurstof nodig. Dat soort dingen. De verpleegsters die komen natuurlijk om je temperatuur op te meten, je saturatie, die gebruikelijke dingen. En ik ben een slechte slaper wat dat betreft. Dus voor mij was het een hel. Ik kon niet echt in slaap vallen. Achteraf moet ik zeggen, denk ik, ben ik van overtuigd, beter gezegd, dat doordat ik het redelijk goed heb doorstaan. Ik heb sowieso wat aandoeningen. Ja. Ik heb hoge bloeddruk. Ik ben ook een hartpatiënt. Ja. En ik ben ervan overtuigd, en ook gelet op mijn kleine overweed, ik ben ervan overtuigd dat had ik het vaccin niet ingenomen en met name de tweede ook, dat het me in elk geval, dat ik veel zieker zou zijn geworden. En of ik het zou overleven, dat zou ik niet weten. Maar in elk geval dat ik, want wat ik nu heb ondervonden was meer, laten we zeggen, iets van een griep. Was er geen COVID, dan zou ik zeggen van ja, ik heb een griep gehad, een beetje koortsig, geen eetlust, dat komt erbij, prima. Maar verder geen andere geweldige verschijnselen. Ik had nog steeds mijn smaak, alleen het eten smaakte niet echt. Ik had verder wel, ik proefde wel wat ik at en wat ik dronk. Dus mijn ademhaling is in principe altijd toch vrij goed geweest. En ja, ook het feit dat ik gemakkelijk 2-3 kilometer kon lopen. In het begin natuurlijk misschien eerst 1 kilometer, 1,5. De volgende dag iets meer.
Maar het ging me vrij gemakkelijk af. En op een gegeven moment had ik echt het idee van, ja, ik ben er doorheen en het vaccin heeft me echt geholpen. Zaterdag was het de eerste dag van de VHP-vaccinatie drive-thru. In totaal zijn er op die dag alleen 826 personen gevaccineerd. De coördinatie lag in handen van Malti Sarju, die aangeeft heel tevreden zijn met de opkomst. De burgers worden bewuster en geven gehoor aan de oproep. Gisteren nam minister Amar Amadin een kijkje op de vaccinatiepost. Wij maakten het volgende verslag. Ja, we zijn vandaag hier op zondag 27 juni, alwaar sinds zaterdag 26 er hier een drive-thru vaccinatiesite is opgezet. Niet alleen een drive-thru, ook een walk-in waar we personen ook gewoon kunnen vaccineren. Gisteren, dat is zaterdag, zijn er 826 personen gevaccineerd. Vandaag zitten we op de helft van de dag en hebben we de 500 denk ik al gepasseerd. Dus we hopen dat dit, als ik kijk naar de drukte, dat er behoorlijk personen zich aandienen om gevaccineerd te worden. En dat stemt goed. Dit is terrein, de Olifant. Dat is het partijcentrum van de VHP. De partij heeft evenals de andere partijen ook hun terrein beschikbaar gesteld voor vaccineren. Dus we hebben daar op ingespeeld. Er is hier een team van vrijwilligers, doktoren, verpleegkundigen, heel veel personen van de partij ook die helpen. Vandaag hebben we het bezoek gehad van de president, zojuist. De president heeft rondgelopen. Het is ook zijn eerste keer dat hij een bezoek heeft gebracht aan een vaccinatiesite. Vanwege de drukte uiteraard. En het is bekend alleen voor hem, dus hij komt. En is heel content, is ook net vertrokken, heel tevreden. Hij is onder de indruk van de efficiëntie van de flow. U ziet hoe snel het gaat. Het moment dat de intake heeft plaatsgehad, duurt het feitelijk 1 minuut per auto, per persoon, om te vaccineren. Dus het gaat heel snel en het loopt heel vlot. Ik heb het alles aan jaren! Broer, ik heb rustig. Ik heb rustig. Tijdens de drive-thru vaccinatiedag van de VHP vroegen wij aan minister Amar Amadin waarom het Sinopharm-vaccin niet meteen mag worden toegediend. Suriname heeft vanaf het begin, in februari, één vaccin, één merk gehad in Suriname. Dat was AstraZeneca. En we hebben daarmee de ervaring opgebouwd. Er is een traject uitgezet over protocollen, trainingen, opzet van verschillende, hoe om te gaan met het vaccin. Ervaring is opgebouwd. Nu krijgen we een situatie vanaf de komende week dat we ineens twee merken erbij krijgen. Natuurlijk is dat goed. Hoe meer vaccins, hoe beter. Hoe meer keuze, hoe makkelijker misschien voor bepaalde mensen. En we krijgen de Sinopharm, 100.000 uit de schenking tussen China en Suriname. Laten we dat duidelijk stellen. Het is een schenking die voortvloeit uit de verbeterde diplomatieke relatie tussen de Volksrepubliek China en Suriname. Dat komt aan deze week. Na aankomst van het vaccin wordt het ingeklaard, opslag, trainingen, protocollen, de inzetbaarheid, de beschikbaarheid van het vaccin, hoe om te gaan ermee, dat moet allemaal worden gedaan. En kunnen we dus ook automatisch niet gelijk overgaan, want uit egards voor het donerend land, China, vindt vrijdag ook de overhandiging plaats van het vaccin aan onze president en aan onze regering dus, aan het land.
En op basis daarvan is het dus nog niet mogelijk om voor dat feit eigenlijk het vaccin beschikbaar te stellen. Nogmaals, het is een vaccin welke dan een alternatief zal zijn voor mensen die bijvoorbeeld geen AstraZeneca willen. Dat mag. We krijgen ook Johnson & Johnson. Dat is single shot en gaat voornamelijk ingezet worden in het binnenland. Vanwege het feit dat we verre gebieden hebben waar je heel veel kosten moet maken om één keer daar naartoe te gaan. Dat is daar. Maar we hopen dat we meer Johnson & Johnson krijgen, zodat we die ook voor de kustvlakte ter beschikking kunnen hebben. Het is een single shot met een goede efficiëntie. Ook door de WHO goedgekeurd. Dus nogmaals, we zijn bezig in het traject. Elk vaccin welke komt, zal ook dezelfde procedure ondergaan. Ik wil u een fijne voortzetting van uw dag toewensen en we zien elkaar morgen weer. Gaat u op de social media kanalen van het ministerie van Volksgezondheid, BOG en die van de Communicatiedienst Suriname om na te gaan waar u zich kunt laten vaccineren.